Gilbo en Ferry, twee teamgenoten, heel sterk rijdend hier tijdens deze eerste twee dagen van de Flanders Grand Prix. En zo te zien wordt het een tactische wedstrijd. Ja, Thibaut Valentin met een gezapig tempo. 108 dan, Cassadei Matteo. Onze man uit Italië, Italy. Ook twee Belgische deelnemers. We zien daar onder andere Thibaut van Hoven. Stijn de Smet ook. Inderdaad, zeer tactisch. En we zien nu het nummer 215. Dat is die Ferry Martin. Zat helemaal achteraan en nu met een versnelling. Komt gewoon naar de kop. Het zijn de Fransen die hier eventjes de neus aan het venster steken. Gilbo en Ferry. So as you can see, there is quite some tactical approach here in this final Cadet and Boys. With the two strong French guys from the club of Herblinois in France. Clément Gilbo and Martin Ferry. Which were the strongest ones yesterday in the inline races. We have the bell going now, last lap. And in third place, it's Valentin Thibault. Nasty fall by him. Oh, and even a fall of one of the French leading guys. Oh, what a pity. What a pity. This is a win for Martin Ferry. So it was Clément Gilbo who fell at the last curve. Stijn de Smet, I think. Was very close for second place, but we will have to see the photo finish for confirmation.